allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en de werkweek is weer begonnen. De eerste dag zit er al gelukkig alweer op. En ondanks gisteren, ik heb nog steeds een lach op mijn gezicht. En af en toe kan je wel eens schelden en negatief zijn, maar ondanks alles heb ik toch jongens bij mij op mijn werk die ik voor geen goud zou willen missen. En dat wil ik ook wel even kwijt. Ik heb weer ontzettend moeten lachen. En op zulke dagen word je daar ook best wel weer gelukkig van. Ik ben echt heel erg blij en ik heb zo ontzettend gelachen. En dan ga je toch weer op een met een glimlach ga je dan stap je de auto in. En heb je toch wel weer zoiets van, het glas kan half leeg zijn, maar het glas kan ook wel eens half vol zijn. En dat moet je niet vergeten, altijd positief blijven. En dat had ik vandaag. Dus ik voel me eindelijk gelukkig weer goed. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik heb een grote lach op mijn gezicht. Nou, ondanks de nederlaag van gisteren, doet het me toch wel weer goed. En kan ik toch wel weer lachen. En dat is gewoon heel positief. Positief blijven. Heel belangrijk. Nou, het is maandag vandaag. En ik ga hoe dan ook vanavond GTA spelen. Want gisteren heb ik het al geprobeerd. Toen was er weer niemand. En eergisteren was er niemand. En vanavond heb ik er gewoon schijt aan. Ook al is er geen ene biet op die vriendenlijst van me. Vanavond ga ik GTA spelen en wil ik weer een livestream doen, want het is alweer zo lang geleden dat ik een livestream opgenomen heb. Dus dat ga ik vanavond echt even doen. Nou, ik ben lekker snel met editen. De vlog van gisteren van Feyenoord heb ik in één dag geëdit. Dus ik heb geen editwerk vandaag. Lekker hoor, het is ook wel eens heerlijk om lekker even een dagje rust te hebben. En niet zoveel editwerk te hebben. Vorige week liep ik ontzettend ver achter qua vlogs. En nu ben ik lekker bij. Dus ik hoop het deze week een beetje zo een beetje rond te houden. Dat ik gewoon lekker weinig werk heb. En dat ik gewoon lekker ook nog eens een beetje andere dingen kan doen. Ook vrije tijd, dat is ook belangrijk. Niet de hele dag maar werken en of de hele avond maar werken aan die computer en aan die filmpjes die ik allemaal online zet. Maar dat je eens een keertje een dagje rust hebt, dat is ook wel weer fijn. En misschien kan ik dan wel weer een keer een Planet Coaster aflevering opnemen. Want dat is vorige week door alle hectiek niet gelukt helaas. Omdat het was gewoon zo hectiek vorige week. Dus dat moeten jullie me even verschuldigd blijven. Ik zal nog wel een keer een extra aflevering opnemen. Dus, ik ga eventjes lekker verder hier ook. Ik ga even een beetje verder rommelen. Een beetje lekker even op de computer een beetje kijken. Ik hoef in ieder geval lekker niet te editen, maar ik ga lekker even wat anders doen. Spelletjes spelen of zo. Kan ik een beetje even uitrusten. Dus, en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 7:15 en ik ga zo GTA streamen. Ik ga zo nog even een berichtje sturen naar iedereen. En dan ga ik starten, ook al is er niemand. Ik ga gewoon starten, want ik heb al zoveel weken niet GTA gestreamd. Dat het nou echt wel weer eens een keer tijd is om even, wel weer te spelen. Ik mis het best wel. En ik kan niet elke keer maar op iedereen blijven wachten, want ze hebben ook geen rekening met mij. Dus ik ga gewoon vanavond hoe dan ook starten met GTA 5. Eindelijk weer een livestream na een lange tijd. Zo, ik heb net lekker even gegeten. Morgen ga ik koken. Katten hebben eten. En ik heb lekker. Ik ga zo de kachel even aanzetten. Dat ga ik wel even doen. Ik vind het best wel koud. Zo. Hebben we de kachel even lekker aangezet. Het is koud. Ik heb lekker een dikke trui aan. Want het is. Het is echt herfst nu. Mooie weer is echt over. En. Toen even lekker een dikke trui aan. Het wordt kouder, dus het wordt ook sneller donker is het nou al. Dus tijd voor een dikke trui tijd. Ik ga even verder en dan spreek ik jullie dadelijk als ik weer een livestream heb opgenomen. Tot zo!
Zo, en het is inmiddels 1:30 geweest en ik schrik een beetje van de tijd. Ik wist niet dat het al zo laat was. Dus ik ga naar mijn petje toe. Ik heb vandaag een livestream opgenomen van Grand Theft Auto 5. Was weer reuze gezellig. Er waren in ieder geval een heleboel op de chat. Was echt hartstikke leuk. En ik ben zeker van plan om van de week nog eventjes een livestreampje op te nemen. Nou, voor de rest heb ik nog een beetje oude televisieprogramma's zitten kijken van Zeggens A. Echt hartstikke leuk. Dat is echt een beetje mijn kindertijd. Dus het was wel ontzettend leuk om te doen. Dat even weer eens terug te bekijken. Al die tijden van vroeger. En ik weet niet of jullie het al een beetje horen, maar mijn stem is een beetje weg. Ik heb een kleine verkoudheid. Dat heb ik al een paar dagen. En ik denk dat het gewoon ook door de weeromstandigheden gekomen is. Door het kouder. En op mijn werk ben ik nou niet echt iemand die een werkjas aantrekt. Ik heb meestal alleen een t-shirt en dan een polo erover met een dikke trui. En ik heb voor mij een koudje opgelopen. Ik ben echt een beetje mijn stem kwijt. Dat klinkt echt heel slecht. Dat klinkt heel slecht. Oh, wat klinkt ik slecht. Nee, ik heb echt een beetje last van mijn keel, jongens. Ik heb in ieder geval een hele dikke trui aan. Dat is in ieder geval heel goed. Want dat... kan ik een beetje mijn keel een beetje warm houden. Maar het is echt slecht. Ik weet niet wat het is. Ik ben al een paar keer uit mijn stem kwijt geweest. Ik hoop niet dat het nou weer gaat gebeuren, jongens. Dat zou niet best wezen. Dus vandaag. Nou, ik ga in ieder geval de computer even afsluiten. En de camera uitzetten. En dan ga ik naar mijn bedje toe. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in voor deze vlog. En ik zie jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's All Tracks. En skabadi, skabadoo, skabadabadoo.